The most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Nieuwe episode van de Free Talk. We hebben niks voorbereid. We gaan gewoon kijken waar het gaat. Ja man, ik had wel vandaag één dingetje op Insta gezien wat ik wel wil bespreken. Ja. En dat was een verhaaltje van iemand. Zijn vriendin had dus verteld dat zij een celebrity crush had. Mm-hmm. Hij dacht er niet verder over na, maar hij is toen naar, de vriendin was toen naar concert gegaan van die crush. En toen is ze vreemd gegaan. Wat is jouw mening daarover? Kan niet toch? Ja, kan niet. Het kan niet, maar zeg, de rollen zijn omgedraaid, ja? Zegt de guy. En Lizzo is mijn celebrity crush. Mm. Ja, het kan nog steeds niet, maar kijk, als je het doet, moet je maar gewoon accepteren dat je vriendin para wordt, toch? Zo. En überhaupt het idee van een celebrity crush, zou het überhaupt mogen in een relatie? Oeh, ja, ik heb daar nooit echt moeite mee, want... Want het is wel raar, ja, maar je vriendin is eigenlijk al into you, mm-hmm. Alleen dan... Heeft ze nog steeds een crush op iemand die ze niet kent. Dus waarvan jij eigenlijk weet van zeg ze meet hem. Mm-hmm. Is de kans dat zij vreemd gaat echt heel groot. Ik denk als je een goed meisje hebt. Want er zijn sowieso guys die zij knap gaat vinden. Mm-hmm. Maakt niet uit zeg maar waar. Het kan, mm-hmm. Diegene hoeft niet eens bekend te zijn. Maar als je een goed meisje hebt dan is dat niet het belangrijkste ofzo. Voor haar. True. Alleen knap is anders dan een celebrity crush. Kwaar dan val je ook echt op zijn innerlijk. Je bent aangetrokken door zijn succesvolle werk. Je bent aangetrokken door zijn carrière. Al zijn interviews heeft ze waarschijnlijk bekeken. Ik vind het niet hard als een meisje, als mijn vriendin elke dag over dezelfde artiest zou praten of rapper zou praten, zou ik wel denken. Stel je voor, je woont gewoon met je vriendin en ze is gewoon in jullie kamer heeft ze allemaal Justin Bieber posters hangen en zo. Ja. Dat is toch, what the fuck, dat nee man. Nee, maar ik weet niet bro, want op welk punt gaat zij Justin Bieber ontmoeten in zo'n setting? Like, elke bitch zou het geven aan hem. Maar dat is het dus, het idee erachter van... Eigenlijk ben je tweede keuze. Want wou ze Justin Bieber, maar ze kon geen Justin Bieber hebben, dus nu heeft ze jou. Maar zegt Justin Bieber komt op haar pad, gaat ze niet twee keer over nadenken. Iedereen heeft wel eens dat gesprek gehad van in een relatie van wat nou als, noem gewoon Kylie Jenner of zo, vraagt of ik mee wil gaan naar de huis, mag het dan? En dan zegt ze soms gewoon ja, maar wat als het omgedraaid is? Want een meid zou ook boos worden als jij de hele tijd over Kylie Jenner hebt of weet ik veel. Of nou, moet ik het. Ik denk niet eens dat iedereen er boos om zou worden, elke meid. Ik weet niet, misschien zou ze het je wel gewoon gunnen. Wie weet, hou. Net zoals de Nelk Boys. Ja. Die gewoon, er komen guys naar Salim the Dream die zeggen... Heb seks met mijn vriendin, alsjeblieft. Gewoon. En die man doet het gewoon. En dan zeggen ze daarna nog dankjewel. Ze zijn hem dankbaar. Ze DM'en hem gewoon, bro, je hebt mijn leven veranderd. Dankjewel voor dit moment. Oh nee, maar dan ben je echt... Dat is echt het toppunt van, ik weet niet man. Is dat dick riden? Misschien is het gewoon... Echt super onzeker zijn. Het is gewoon een rare kink of zo. Ja, maar gewoon... ik snap die shit gewoon niet. Ik ook niet. Maar ik snap ook niet hoe die vriendin nog met hem kan zijn. Ja. Qua, hoe kan je... Je kan toch niet als zeg maar vrouw zijnde dat accepteren van je man dat hij dat interessant vindt? Lijkt mij. Ja, dat is toch wel afknapper. Ja. Als mijn vriendin... wacht. Als zijn vriendin zegt dat je gewoon seks mag hebben met andere vrouwen. De hele tijd. Nou, dan zou het niet meer een afknapper zijn misschien. Nee. Nee, dat is anders. Dat is anders. Gender roles. Waarom is het anders? Omdat het anders is. Het is gewoon... Maar dan zou je wel denken van... Oké, ze is niet zo... claimig of zo, weet je. Dus het boeit er misschien wat minder. Ja, nou, het chillen is het gewoon dat ze joint. Dat is het beste, I guess. Ja. Ik denk als je... Want dan is het gewoon eigenlijk vreemd gaan met permissie en dat... Ik denk dat echt nooit werkt. Dat werkt nooit in een relatie. Wat als je vreemd gaat met een... Als je zeg maar een open relatie hebt, dat werkt nooit. Ja. Het werkt voor een periode. Maar voor wat noem je dan een relatie? Ik kan net zeggen, dan kan je net zo goed gewoon... Sighting. Sightings van elkaar zijn. Dus dat heeft niet echt heel veel nut, I guess. Mensen doen de raarste shit, bro. Ja, bro. Ik had ook... vorige week was begonnen met die Jeffrey Dahmer's Netflix-serie. Dat is pas raar.
Dat is pas raar. Ik hoorde het, ja. Wat hij deed, ik had Jeffrey Dahmer's, hij was serieus gewoon allemaal testjes thuis aan het doen. Mm-hmm. Om zeg maar een soort van zombie van iemand te maken. Ja, dus hij spuit iets van zoutzuur, zeg maar, in mensen hun brein, wanneer ze nog aan het leven waren. Om zeg maar de perfecte slaaf te creëren voor zijn seksuele fantasie. Wat de hel. Ja, alleen uiteindelijk faalde dat, want elke keer gingen ze dood daarna. Dus toen probeerde die andere... Hij heeft ook geprobeerd om mensen, zeg maar, nadat ze waren vermoord, zeg maar, in een vriezer te laten. En daarvan een perfecte seks doel van te creëren. Die guy was echt, ja, hij was obsessief met mensen, met lichamen die niet konden tegenstribbelen of zo, toch? Ja, dus, want hij had ook toegegeven dat hij zelf niet zo sterk was. Dus dat moest wel. Ja, hij stal ook poppen uit de winkel en zo. Ja. En daar ging hij dan, weet ik veel wat mee doen. En later ging het over op dieren, volgens mij. En toen mensen. Nou, het begon bij dieren. Ja, het begon met dieren opensnijden met zijn vader of zo. Ja, was zijn vader. Jeffrey Dahmer had al via zijn vader soort van heel veel dingetjes aangeleerd. Was zijn vader ook gek? Nee, zijn vader was... een soort van scientist of iets in die richting. Okay. Maar zijn vader had hem dus ook geleerd hoe je botten van elkaar, zeg maar, hoe je het vlees van de bot af kan halen op een soort van scientific manier. Ja. Dus heel veel van de dingen die hij later heeft gebruikt, Jeffrey Dahmer, heeft hij van zijn vader geleerd toen hij jong was. Wat ik gisteren hoorde van een vriend, is dat was niet in die serie gekomen, zeg maar, maar een andere fact over hem, is dat hij een keer een meid uit eten meenam, of hij liet haar bij hem eten. Dus hij ging even koken. Mm-hmm. Toen zei hij, ja, hier proef dit. Ik heb een soort pork chops gemaakt met wat rijst en zo. Toen zei ze, oh ja, is wel lekker. Bleek het gewoon mensenvlees te zijn, bro. Dat was Jeffrey Dahmer's. Ja. What? Jeffrey Dahmer's, ja. En had hij bij een meisje gedaan? Volgens mij gewoon bij een chick, ja. Oh, die gewoon want hij was wel gay. Meegenomen. Oh ja, misschien dan bij een guy. Ja, dat is waar. Ja, dan denk ik bij een guy. Maar in ieder geval... Dat is wel... En zij kwam er later pas achter, toen hij ook was opgepakt. Oh, weet je nog dat verhaal wat mijn zus vertelde? Ja, over... Wat was het met die ene, dat kind dat zeg maar in het huis sliep? Oh ja, die ook. Shit. Kijk, ik dacht aan dat verhaal over dat er een vriendin van een meisje was naar een feest gegaan. Mm-hmm. Ze waren met z'n allen en zij wil heel graag mee met een jongen naar huis, want ze vond hem gewoon leuk. Uiteindelijk zat ze de hele tijd te zeuren van ik wil mee. En de vriendinnen zeiden nee, doe het nou niet. We moeten vroeg op, weet ik veel, bla bla bla. Nou, uiteindelijk is ze niet meegegaan. Maar ze hebben wel gezoend. En de volgende dag kreeg ze een soort uitslag in haar mond. En wat bleek is dat je die uitslag alleen kan krijgen van bacteriën wat op lijken zit. Dus op een dood iemand. En toen is er een inval gedaan bij zijn huis. En toen lagen er gewoon twee lijken in zijn huis. Holy shit. Bro. Zij moet echt haar vriendinnen voor altijd dankbaar zijn dan. Oprecht. Dan ben je echt wel getraumatiseerd. Dan staat God echt aan jouw kant. Gewoon. Dat is echt gestoord. Dat maar... Oh. Dan zou ik echt nooit meer teruggaan met die jongen naar huis. Als je dat hebt gehoord. Ja, maar dat is ook gewoon... dat moet je gewoon nooit doen, bro. Je zou nooit als meid in je eentje eigenlijk met die jongen mee moeten gaan. Best is van niet. Zelfs andersom, bro. Meiden kunnen ook gewoon serial killers zijn en zo. Ah, maar ze kunnen ook gewoon een setup gooien. Al helemaal. Vooral als je... Gewoon, het ding is, je kan als meisje kan jezelf wel beschermen. Maar tot een bepaald punt is een man vaak wel sterker. En... Sommige mannen denken ook dat ze gewoon invincible zijn en dan gaan ze ook gewoon met meiden naar huis. Maar je hebt ook soms verhalen dat de guys gewoon bij haar thuis aan het opwachten zijn voor die guy. En dat gewoon gerold wordt. De standaard rob gewoon. Ja. Ja, zeker. Het is gevaarlijk, man. Ze evil worden. Vooral in LA, hè. In LA hoor je dat soort shit echt super vaak. Maar dat is ook logisch, gewoon. Als je kijkt naar alle posts en stories die mensen daar zetten met hun watches, auto's. Het is gewoon de hotspot voor criminelen. Ja, je vraagt toch gewoon letterlijk van alsjeblieft, beroof me. Sowieso, als je met veel geld op zak loopt of dure shit en je maakt de hele tijd stories van waar je bent. Echt veel shit is zo fout gegaan. Die met dat verhaal met Pop Smoke, PNB Rock volgens mij ook. Ja. En er is een hele docu op Vice over gemaakt over influencers die shit posten waar ze zijn en gewoon gerobbed worden. Ja, zeg maar, ik vond het wel heel grappig omdat ik op Instagram allemaal van die quotes zag van laat je vriendin je nooit posten. Ik zei van, bro, je hebt 100 volgers, echt niemand geeft een fuck om waar je bent. Echt niemand kent je, alsjeblieft, doe even normaal houden. Maar er is wel inderdaad een hele grote groep mensen, qua assen, dat ze echt op dat soort shit moeten letten. Dan gewoon wanneer ze uit eten zijn, moeten ze gewoon bij hun vrienden ook kijken van, yo, post niks op Instagram, want anders zijn we fucked. Inderdaad. Want je weet maar nooit wie het ziet. Vooral met...
Ik bedoel, ik zag Denzel Zurian. Hij had een screenshot geplaatst van hoeveel mensen naar zijn story kijken. Gewoon 3 miljoen mensen keken naar zijn story. Bro, als hij een locatie plaatst, de kans dat er, dat er van die 3 miljoen het liefst een paar serial killers zijn, is zo groot. Daarom, je moet echt oppassen met die locatie shit als je succesvol bent. Ja man, inderdaad al helemaal als je met dure shit loopt en zo. Maar ik denk dat die guy ook wel goede beveiliging heeft. Moet wel. Sowieso wel. Mag maar hij woont wel echt, hij is de hele tijd met alleen maar vrouwen. En je weet hoe vrouwen zijn, vaak zijn met Instagram stories. Dat ze alles willen filmen van het diner en zo. En dus ik denk dat hij sowieso wel een bepaalde regel met die meiden heeft besproken. Ja, van, telefoon inleveren. Ja, telefoon inleveren. Net alsof ze op de basisschool zitten. Maar oprecht, dat is wel misschien het beste. Ook hetzelfde met rappers, Drake en zo. Je wilt ook niet dat je adres wordt geleakt of iets. Nee. Maar je hoort ook vaak bij die soort van VIP-parties waar die rappers zijn of allemaal van die billionaires. Dan moet je ook telefoon inleveren, omdat ze daar gewoon hun gekke shit willen doen en niet gepakt willen worden. Ja, precies. Precies. Wel een beetje sketchy. Waarom wil je dat, bro? Ja, en sowieso telefoon inleveren vind ik zo raar iets. Ja. Ook soms bij werk, hoe heet het, omdat we Young Ones doen. Dus elke keer werken we bij andere stores toch. En ik heb wel eens een paar keer bij stores gewerkt. Dat je dan je telefoon moest inleveren. En dat vind ik dan echt raar. Kledingwinkels? Dat vind ik echt nergens op slaan. Nee. Want ten eerste, dat staat niet eens in de algemene voorwaarden. Ik heb een paar keer eerst gewoon gelezen omdat ik me echt afvroeg. En het staat er niet in, dus dan mag het sowieso niet. Nee. Plus, zeg je wordt gebeld voor een emergency. Vooral, ik woon alleen met mijn moeder en zusje. Geen vader die zeg maar daar woont. Dus ik ben degene die zou bellen als er iets ergs is. Yeah. Dan kan ik niet zeg maar opnemen omdat ik per se mijn telefoon niet bij moet. Dat is heel raar. We moeten gewoon een beetje vertrouwen zijn bij de werknemers. Dat ze niet altijd op mijn telefoon gaan zitten. Oprecht. Ik vind het ook een onzinregel. Ook op de basisschool. Ja, op school snap ik het nog wel ergens. Mm-hmm. Maar hetzelfde man. Ja, ik weet niet. Het is ook zo'n soort van autoriteits issue met al die managers en shit. Ja, ja, ja. Heb ik echt gemerkt. Dat was ook gewoon het allereerste wat ze zeiden. Van telefoon inleveren. Ik zei zo, oh, aangenaam. Mijn naam is Sherif. Echt, jou leuk te ontmoeten. Snap je? Oké, we weten het. Jij bent de baas. Ja, fucking ja. Dat is denk ik ook waarom veel mensen niet voor een baas willen werken. Mm-hmm. En je hebt wel gewoon chille werkgevers. Daar niet van. Maar het gevoel van voor iemand moeten, gewoon naar iemand moeten luisteren. Ook al ben je 40 of zo. Dat is gewoon echt, die moet je ego daar echt voor aan de kant kunnen zetten. For real. Ik hoorde het. Ik had trouwens echt een fucking goede dropshipping idee. Vertel. Is die Jeffrey Dahmer. Hij staat nu bekend op zijn bril, toch? Mm-hmm. Wat als je gewoon die bril en dan gewoon gaat dropshippen. Het is wel super branden zelf. Ja man, en dan gewoon dat soort, dat die video's van hem en dan vergelijken met de model die er nu is. En dan gewoon op TikTok en Insta plaatsen. God damn. Facebook, wat sowieso alle moeders zijn die Dahmer's video, die Dahmer's documentaire aan het kijken. Dus sowieso op Facebook plaatsen. Waarom zijn vrouwen zo obsessed met dat soort documentaires? Ja, bro, vrouwen, het is echt zo gek. Want ze kunnen letterlijk gewoon serial killer shit kijken voor 5 uur lang. En daarna wat Andrew Scott zei dat op die comedy special. Daarna kunnen ze gewoon weer zo'n baking serie kijken. Ja. Gewoon 5 uur lang serial killer Netflix shit. En daarna gewoon, hey, laat ik even wat baking video's gaan kijken. En daarna gaan ze weer een of andere moord serie kijken. Even om het uit te balanceren. Ja. Van even iemand die 30 mensen heeft vermoord. En daarna even een appeltaartje bakken. Ja. Gewoon even wat luchtigs weer. Ja. Oh. En ook gewoon dat ze dan, kijk, ik zeg niet dat ik bang ben voor films en zo, maar ik kijk niet uit mezelf een horrorfilm of zo. Ik vind het niet eens leuk gewoon. Nee, ik snap het gevoel is niet chill. Ik snap niet waarom mensen horror zo leuk vinden. Je bent jezelf expres bang aan het maken. En meiden kijken die shit alleen in hun kamer, het licht eruit en gaan daarna gewoon lekker slapen. Ja, yeah, gewoon alsof er niks aan de hand is. Ze slapen dan gewoon heel peacefully, gewoon geen nachtmerries, niks. Ik wil wel die nieuwe kijken. Heb je Smile gezien? Ja, die had ik gezien op de reclame bij Bios. Die wil ik wel zien, man. Dat marketingplan van hen is echt genius, hè? Je ziet zeg maar bij verschillende honkbalgames. Oh. Zie je gewoon mensen met zo'n Smile shirt. Uh-huh. Helemaal met make-up en zo. Dus ik weet niet of ze letterlijk in de film zaten, maar ze zijn wel zo'n kostuum, zie je gewoon zo lachen op de camera en zo. Dat werd dan ook op CNN gepost. Ja, ik vind die Smile, ik zag er gewoon eng uit, man. De mensen die zeg maar, hoe kan een lach eng zijn? Dat is wel bizar, maar ja, ze hebben gewoon eng gemaakt. Dat is toch ook dat oude omaatje van die film met die handcam. Hoe heet die ook alweer? Maar in ieder geval, zo'n oud persoon of een heel klein kind die lacht kan gewoon eng zijn.
Stel je voor, je ligt alleen in je bed en je hoort buiten een kind lachen. Nee, man. Ik fok daar echt niet mee. Ik fok daar echt niet mee. Horror, alsjeblieft. De enige reden dat ik horror zou kijken is gewoon met een chick. Dat is gewoon tactisch. Ja. Dat is gewoon een tactical move. En dan niet bang worden, hè? En dan moet je even een man zijn en gewoon niet bang worden. Ik zit gewoon zo. Als ze mijn ogen niet ziet, zit ik zo, ouwe. Ja, als... Ik wil altijd net kunnen zien wat er gebeurt. Ik ben wel benieuwd, snap je? Maar ja. Ik weet dat ik ga schrikken. Ik hou het dekentje vast. Ik weet niet, gewoon eronder te gluipen, man. Ja, maar eerlijk, veel horrorfilms hebben ook gewoon geen goed verhaal. Het zijn gewoon geen goede. Het zijn gewoon allemaal jumpscares. Ja, een paar zijn wel goed. Bijvoorbeeld No Way Out of zo. Hoe heet die film ook weer? Met Jordan Peele, weet je wat ik bedoel? Nee, Get Out. Heb ik niet gezien. Nee? Nee, man. Kijk, dat is horror, maar daar zit echt een soort van idee achter. Het zijn niet zomaar geesten of demonen of zo. Een standaard shit. Nou, ik ben sowieso ook niet echt van de horror, maar ook niet echt van de films, man. Okay. Ik kijk meer series. Nou ja, nu laatste tijd helemaal niet meer. Maar ik kijk meer series dan films. Gewoon puur omdat ik het gevoel heb dat films is alles zo snel ingepopt. Alles moet in 2-3 uur. Ja, ik vind het juist chill, man. Echt? Ja. Oh, met series hebben ze echt lang een tijd genomen. Minimaal 12 uur lang gewoon watchtime. Als ik aflevering 1 begin, weet ik al dat ik gewoon 20 uur kwijt ga zijn. Ja, klopt. Alleen dan is het wel uitgebreid. Dat wel. En met films is het alles vaak zo snel. Dat had ik ook met die Queen film, die Bohemian Rhapsody. Qua, het was allemaal zo snel gedaan. En dat vind ik zo chill aan die Jeffrey Dahmer serie, is dat ze gewoon echt hun tijd hebben genomen. We hebben iets van 12 afleveringen. Mm. En als ze Jeffrey Dahmer's een film ervan hadden gemaakt, dan was dat allemaal zo versneld. Dan hadden ze niet echt goed zijn jeugd kunnen filmen. Daarom ben ik meer een fan van series. Klopt. Ja, dat is een soort docu-serie, toch? Ja. Is het met acteurs? Ja. Echt met acteurs. Het is niet een documentaire, echt. Het is echt gewoon een serie. Damn. Het is net als Narcos. What the fuck? Je weet wel, Narcos met Pablo Escobar. Ja. Gewoon echt een acteur die Jeffrey Dahmer speelt, zeg maar. Ik ga hem ook kijken, denk ik. Maar waarom kijk je nu geen series meer dan? Geen tijd. Precies, ja. Ik voel me altijd schuldig als ik series kijk. Daarom. Dat is ook precies waarom ik dacht van, laat me niet kijken. Ik weet niet. Maar af en toe kijk ik nog wel even wat ik wel aan het kijken ben, is House of Dragons, man. Van Game of Thrones. Zeg maar een spin-off van Game of Thrones gemaakt. En ik dacht van, ze gaan het echt opfokken. Want Game of Thrones is een van de beste series die ooit gemaakt is. Mm-hmm. En bro, ik wil het niet zeggen, maar House of Dragons is gewoon bijna net zo goed als Game of Thrones, man. Tot nu toe. En ik heb 6 afleveringen gekeken. Mm-hmm. Het is echt goed. Het is echt goed. Ze zijn het ook niet aan het proberen. Ze proberen niet een replica te maken. Ze zijn best wel origineel bezig. Ze proberen niet een nieuwe Tyrion te maken of een andere karakter. Ze zijn niet uit naapen, dus ik vind het wel... Maar is Game of Thrones zeg maar klaar? Komt geen nieuwe seizoen? Ja, Game of Thrones is klaar, man. Okay. Maar ze hebben het ook gewoon echt opgefokt, man. Ja? Ja, man. De laatste seizoen van Game of Thrones, de mensen die Game of Thrones hebben gezien, dit kijken, weten van... Ze hebben zo'n mooie opbouw gecreëerd en dan zo zwaar opgefokt de laatste 2 afleveringen. Niet normaal. Je kan geen slechtere seizoeneindiging geven dan Game of Thrones. 13 seizoenen of zo. Toch? Ja, ik heb letterlijk 13 seizoenen gekeken om uiteindelijk gewoon een shit finale te hebben. Kijk, dat is wat je krijgt met series, bro. Als je een film kijkt, dan ben je na 1,5 uur, dan heb je misschien dat verspild. Mhm. Maar ja, het is wel zonde, man. Het is wel zonde. Ja, dat is zeker zonde. Maar ja, als je de rest van de serie wel hebt genoten... Fair enough. Ik ga hem sowieso nog een keer kijken. Echt? Tuurlijk. Damn, kijk jij nooit series nog een keer opnieuw? Man. Films wel af en toe, maar series niet, man. Nee, series is wel. Films, dan onthoud ik het wat er is gebeurd. Maar series, omdat ze vaak 10 seizoenen lang zijn. Bro, ik heb Prison Break heb ik al 4 keer gezien. Ik ben elke keer vergeten die shit weer. Dan voelt het echt alsof ik mijn tijd weggooi. Ik heb het al een keer gezien. Maar ik hoor je wel. Wel altijd als je het opnieuw kijkt, dan zie je weer dingen die je eerst niet zag. Ja, precies. En het is gewoon... Elke keer ben je weer 1 jaar ouder of zo, 2 jaar ouder wanneer dan je dat besef je meer. Ja, of dan ben je ook weer heel veel shit vergeten. Oh, op die manier, ja. Dat is wel zo. Ja, maar sowieso aanrader, man. Kijk series. Game of Thrones. Game of Thrones al helemaal. Ja. Maar het was eerst een boek, toch? Of niet? Het is nog steeds een boek. Maar hij is nog steeds niet klaar met zijn boeken schrijven. Damn, maar hoe kan je dat al die boeken lezen, ouwe? Of al de Harry Potter boeken? Nee, maar volgens mij heb je iets van 4 boeken ervan. Maar wel echt dikke, dikke boeken. Ja, best wel dik. Maar ze hebben het ook wel gewoon een beetje speling in gecreëerd. Hè? Het is niet letterlijk van het boek. Inderdaad. Ja, anders ja. En zeg maar, ze hebben al een einde gecreëerd voor de film. Maar het einde van het boek is er nog niet. Snap je? Het einde hebben ze maar wat zelf gemaakt. Maar het boekeinde kan heel anders worden. En ik hoop dat die heel anders wordt. Want die Game of Thrones einde op serie is echt shit. Crazy. Maar om te beseffen dat iemand gewoon in zijn bureautje... of aan zijn bureautje een verhaal opschreef...
net zoals J.K. Rowling. Ja, met in een hotelkamer. En dat het gewoon zoiets cultuur zo fucking huge is geworden gewoon. Ja, man. Met Harry Potter inderdaad. Dat is echt een van de grootste films aller tijden. Allemaal en het komt allemaal hoofd. Gewoon van iemand die dacht van, weet je wat, ik ga een boekje schrijven. Ja. Maar J.K. Rowling is ook echt fucking rijk volgens mij. Volgens mij is echt iets van 2 miljard waard of zo. What the hell, ja. Bro. Voor mij is het de rijkste. Ze alles op producten schrijven. Van Harry Potter en zo. Ja. Maar dit is dus wat waar ik ook aan dacht van, dat is eigenlijk met alles. Kijk, nu is dat dan met Harry Potter, zij dacht aan iets en nu bestaat dat. Maar al die Tesla's die je hier ziet rondrijden, dat kwam gewoon omdat Elon Musk in zijn hoofd dacht van, ik wil auto's maken. Mm-hmm. Daarom zie je ze nu in mijn straat gewoon. Ja, en dat was ook die Steve Jobs video's die Steve Jobs video die je laatst had gestuurd naar mij. Die ging, daar zei hij ook weer van, je beseft pas echt, zeg maar, hoeveel kansen er zijn in de wereld. Als je, zeg maar, naar alles kijkt en bij alles de realisatie maakt van, wow, dit is gecreëerd door iemand. Yes. Dit is door iemand gecreëerd, die horloge is door iemand gecreëerd. Dit bank is door iemand gecreëerd, de microfoon is door iemand gecreëerd. Alles is door iemand gecreëerd. Dus hoeveel mensen wel niet succesvol zijn door kleine inventions, is echt niet normaal. Ja, echt zo. Elk klein dingetje, elk klein fucking, waar je niet eens op let, gewoon ritsen en zo. Die schroeven draaien hierin. Ja, bro. Maar dat was wel, die video van Steve Jobs is echt, dat zette me ook echt aan het denken. Dat was die video dat hij een beetje jong was, toch? Mm. Toen zei hij ook van, alles, de wereld is gewoon een soort van speelbal. En als je ergens op drukt, komt er ergens anders weer iets uit. En je kan gewoon zelf een beetje kijken hoe het werkt. En je wordt altijd verteld om niet te gek te doen en niet te veel. Dan zegt hij dan tegen de muur aan te lopen en zo. Maar dat is wel gewoon wat de greats hebben gedaan. Ook, want in het begin vond iedereen hun gestoord. Steve Jobs hetzelfde. Hij is nog ontslagen bij Apple en zo. Ja, hij had toen uiteindelijk, wat was het ook weer? Die Pictures. Pixar had hij. Volgens mij Pixar, ja. Ja, Pixar was het. Gewoon ontslagen bij Apple, Pixar gecreëerd. Het is toch gestoord, bro. Ja, man. We moeten sowieso een In het Brein aflevering doen van Steve Jobs. Steve Jobs moet sowieso komen. Hij heeft Elon goed komt gehad. Eraan. Elon komt eraan. Napoleon wordt hopelijk morgen of overmorgen gepost. Ja. Dus hij is dan nu al uit, nadat deze uitkomt. Ja, man. Ik ben echt blij met die Napoleon-episode. Die Napoleon-episode was wel hard, man. Ik denk dat die, maar ik ben ook echt benieuwd naar die Elon en Steve Jobs, want dat zijn echt mensen gewoon die wij nog hebben meegemaakt en shit. Mm-hmm. Maar ik ben ook gewoon echt benieuwd naar hoe de mensen, mensen het gaan opvatten. Of ze het echt interessant gaan vinden. Denk het wel. Of dat wij gewoon echt nerd zijn en wij zijn de enige twee die het leuk vinden. Ook zo. Maar ja, het is meer van, als je het maar relateert naar vandaag de dag, dan is het wel interessant voor iedereen, denk ik. Hoop zo. We gaan het meemaken, hoor.